Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Boekblik. Een vers blik met drie nieuwe boeken, waaronder de nieuwe van Ilja Leonard Pfeiffer. En zoals de titel verklapt, staat in Grand Hotel Europa ons eigen continent centraal. Daarom start ik met een top 5 boeken met de charmes van Europa. Binnen onze literatuur is Europa alom vertegenwoordigd. Van oorlogen tot migratie, van vakanties tot topstukken uit de westerse kunst. In deze lijst staan 5 boeken die de simpele Europese connectie overstijgen en de alom vertegenwoordigheid uitdragen, bewust of onbewust. Alle mensen werden Brüder. Voor het ontstaan en de beeldvorming van Europa, voor de charmes van onze idealen, ontkomen we niet aan de mythe van Europa. De mooie Fenicische prinses uit het Midden-Oosten die door de oppergod Zeus vermomd als stier wordt ontvoerd naar het huidige Europa en door hem wordt bezwangerd. Bij verschillende dichters uit de klassieke oudheid komt de mythe langs, maar het werk met wellicht de meeste invloed en daarom op nummer 5 is de Metamorfose van de Romeinse dichter Ovidius, die het verhaal in 40 regels wist te vatten. Hoewel het nieuws soms anders doet vermoeden en er op politiek en economisch vlak behoorlijk wat oneenigheden zijn, is het de cultuur die de Europese landen met elkaar verbindt. Een continent dat eeuwenlang filosofie, literatuur, muziek, wetenschap, film, architectuur en beeldende kunst heeft voortgebracht, al waren het een eenheid. Die eenheid vind je bij de nummer 4 van deze lijst, Made in Europe van Pieter Steins. Een boek vol culturele verworvenheden waarin de schrijver de invloeden en dwarsverbanden op ons continent laat zien. Volgens de Duitse dichter Heinrich Heine gebeurde in Nederland alles 50 jaar later. Toch hebben we heus wel een vinger in de culturele pap geroerd. Denk aan het toneelstuk Elkelijk, het humanisme van Erasmus of de schilders uit de Gouden Eeuw. En later uiteraard Van Gogh, De Stijl, Cobra of Rem Koolhaas. In de literatuur hebben we Maria Dermout of Harry Mulisch en Herman Koch. En in de metalscène doen we ook al jaren goede zaken. Voor nummer 3 een schrijver die niet alleen een Nederlands exportproduct is, maar ook Europa ademt. Dat is natuurlijk Cees Notenboom met zijn geweldige literaire reisverslagen, zoals in het tweedelige Labyrinth Europa, een verhalenbundel die het hele continent bestrijkt. Voor nummer 2 blijf ik binnen de literatuur en ga ik op zoek naar een echt Europees personage. De keuze is enorm, van Pippi Langkous tot Koning Arthur. Of duo's zoals Romeo en Julia, Romulus en Remus of Hans en Grietje. Individuen zoals Emma Bovary, Peer Gynt, Don Quixote, Anna Karenina, Sherlock Holmes, Don Juan of Tel Uilenspiegel. Toch kies ik voor de vrolijke underdog, de vrijbuiter en de schrik van de macht. Ik heb het over Robin Hood, de archetypische held die opkomt voor het volk, stelend van de rijken. Robin Hood staat symbool voor verzet dat in ons huist, om een vuist te kunnen maken tegen de machthebber met alle gevolgen van dien. Denk aan de Brexit, de fortuinrevolte of de zoveelste handtekeningenactie. Soms voelt het goed om een Robin Hood te zijn. Voor de nummer 1 richt ik me op een Europese evenknie van The Great American Novel. Een omvangrijk roman waarin het Europese leven wordt verbeeld. Literatuur waarin de Europese ziel als het ware is gevangen. Schrijvers die hiervoor in aanmerking komen zijn James Joyce, Virginia Woolf, Herman Hesse, Leo Tolstoy, Marcel Proust, Robert Musil, Louis Ferdinand Céline, Günter Grass, Harry Mulisch of Louis Paul Boon. Maar veel monumentaler dan Het Zauberberg van Thomas Mann, dat is er niet. Een omvangrijke ontwikkelingsroman waarin de 23-jarige Hans Castorp 7 jaar in de bergen van het Zwitserse Davos verblijft en in aanraking komt met verschillende Europese culturen. Opgroeiend tot een volwaardig denker en dan eindigend in de verschrikkelijke loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Het is een spectrum van goed en kwaad, van intellectualiteit en onmacht en van solidariteit en egoïsme dat Europa vertegenwoordigt. Dat was de lijst. De rij boeken waarin Europa een rol speelt is natuurlijk eindeloos. Dus vul me gerust aan in de opmerkingen onder de video. In de tv-serie Via Genua toonde Ilja Leonard Pfeiffer ons het voorland van Europa. In zijn nieuwe omvangrijke roman Grand Hotel Europa neemt hij ons wederom mee naar onder andere Venetië aan de hand van een liefdesgeschiedenis. Met een zoektocht naar het laatste schilderij van Caravaggio, maar nog meer over de invasie van toeristen en migranten, over nostalgie en over de Europese identiteit die alleen nog maar uit een verleden lijkt te bestaan. Martine de Jong is de art director van Zondag met Lubach, een populaire vlogger en schrijfster. Ruim 3 jaar geleden verscheen haar debuutroman De Mannen van Raan, een tragicomisch liefdesverhaal met een abrupt einde. Deze maand verschijnt haar tweede boek, De Aanloopman. Een verhaal over de weduwe Johanna, wier dochters al het huis uit zijn en die bezoek krijgt van Casper, een jonge man die haar leven een slinger geeft. Het speelt zich af op het Groningse platteland en een speciale rol is weggelegd
voor de problematische gasbel. Tot slot een boek dat ongetwijfeld veel verkocht gaat worden. Het eerste deel van een nieuw tweeluik van George R.R. Martin. Vuur en bloed, de opkomst en ondergang van het huis Targaryen van Westeros. Martin is natuurlijk de geestesvader van Game of Thrones. Het is geen lopend verhaal, maar een boek opgezet als een soort geschiedenisboek, waarmee hij dit populaire universum een nieuwe dimensie geeft, aangevuld met illustraties van Doug Wheatley. Dat was het weer voor deze keer en uiteraard kun je weer een van deze boeken winnen als je naar de actiepagina op Helland gaat en je voorkeur laat weten. En ik zie je graag weer bij de volgende aflevering.